Ik vind ook de maatschappij eigenlijk mooier sinds ik kinderen heb. Ik wil hem ook, zeg maar, helpen beter te maken. Maar ik mis wel een echt soort van individueel geven. Iets wat ik echt moet doen. Bloeddonatie kan misschien wel een manier zijn om dat toch te doen. Dit wordt de eerste keer dat ik bloed ga doneren. Ja, ik zie een beetje op tegen de prik zelf. Het is een moment van dat die naald erin gaat, toch wel. Is toch iets. Maar het zal heus wel meevallen. En zo stel ik me voor dat ik dan gewoon periodiek daarheen ga om bloed te doneren. En dat ik dan ook dat als een vast gegeven in mijn leven krijg. En dat bijvoorbeeld dan ook kan vertellen tegen mijn kinderen van vader gaat even naar de bloedbank om bloed te doneren. Hoe mooi is dat? Ik ga een beetje rustig aan doen vandaag, maar ja, het viel me echt reuze mee. Ik ben Matthijs Koppen en ik ben bloeddonor.